Ik ben Daphne Bunskoek. Ik ben presentatrice en actrice. In het verleden heb ik Goedemorgen Nederland en Boulevard gepresenteerd. En de laatste paar jaar vooral film- en documentaire festivals bij de VPRO. En onder andere het programma Gesprek op 2. Ik ben Jan-Willem Roodbeen, presentator van de Roadshow op Radio 2, iedere werkdag. En ik bel ieder jaar met de afvallers van Wie is de Mol. En uiteindelijk aan het eind van het seizoen natuurlijk ook met de mol zelf. Dus ik hoop mezelf pas over een heel poosje te bellen. Of niet? Weet je niet. Ik denk dat ik wel een goede mol zou kunnen zijn. Omdat ik wel gemakkelijk klets met iedereen. En omdat ik denk dat mensen me wel snel vertrouwen. Maar ik ben ook heel fanatiek. En dat is misschien niet altijd een goede eigenschap voor de mol. Nou, ik ben over het algemeen wel erg vrolijk. Ik kijk graag de kat uit de boom. Dus ik ben niet in eerste instantie iemand die heel erg op de voorgrond zegt hoe het allemaal moet. Maar als ik me eenmaal op mijn gemak voel, dan denk ik dat ik de touwtjes misschien iets te veel in handen ga nemen. Dus ik weet niet of dat goed is als mol. Misschien ook wel. Ik denk eigenlijk dat je door het hele programma heen steeds weer een nieuwe strategie nodig hebt. Omdat in het begin is het toch een soort gokken. En je bent met 9 andere kandidaten en je hebt eigenlijk geen idee. Dus dan gaat het heel erg over spreiden en heel veel informatie weten. En op het einde toe gaat het denk ik ook wel een beetje over de juiste vrienden maken. Ik denk dat de mol iemand is die meegaat in de verkeerde ideeën van iemand anders. Dus als iemand een verkeerd idee heeft, dan zegt de mol, ja, dat gaan we zo doen. Dus dat is iemand die een beetje op de achtergrond, lekker in de groep ligt en zijn ding doet, niet te veel opvalt. En daar ga ik op letten. Weet je iemand als ik? Ik denk dat de ideale mol zich precies moet gedragen zoals die is. En toch de pot tot een ultieme laag te brengen. Gewoon je achterbakse zelf zijn. Nou, dat zou ik heel goed kunnen. Je sluwe slinker zelf. Ja. Kijk, mijn strategie voor Wie is de Mol is dat er gewoon heel veel geld in de pot moet. Want ik vind dat de afgelopen jaren gewoon veel te weinig geld is opgeleverd. En het is wel crisis, maar ik vind dat de winnaar van de mol moet gewoon echt met een goed bedrag naar huis. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Dus ik denk dat mensen me daarom niet zo snel verdenken als mol. Of juist wel. Omdat er toch altijd wel weer manieren zijn waarop een mol het geld uit de kas kan laten verdwijnen zonder dat de andere kandidaten dat weten.